Ik ben ongeveer 15 jaar ermee bezig. En dat bij Limburgs landschap hoort. En het moet behouden blijven. Er zijn verschillende soorten kruisen. Moordkruisen, hagelkruisen, ongelukskruisen. Er zijn ook verschillende materialen. Smeedijzeren, gietijzeren, betonnen en houten. Het mooiste vind ik smeedijzeren, omdat ze met de hand gemaakt zijn. Dat is een kruisje van in Veilen. En daar kwam vroeger een processie langs. En dat heb ik gerestaureerd. En Ed heeft me daar een zinke dag op gemaakt. Een kruis wat ik gerestaureerd heb, daar staan in het vervolg ook verse bloemen bij. En dat vind ik mooi. Ik zie dat als een blijk van waardering. Kom van, misschien ook in de hemel. Misschien, we moeten niet te voorlezen. Het is gewoon mijn hobby en het heeft niks met het geloof te maken. Ik vind het mooi werk en ik vind dat de wegkruisen moeten blijven. Ik bewonder de vakmensen van vroeger, met die beperkte gereedschappen. Vandaag zijn het in de gereedschappen veel moderner, vroeger niet. Ja, en ze hebben hele mooie kruisen gemaakt.